Hallo jongens en meisjes, leuk dat jullie weer zijn bij een nieuwe workshop van de Hazenbollenboer. We gaan dit keer iets kleins maken. Hebben we al een keer gedaan, want we hebben al een keertje het lieve heersbeestje gemaakt. En dit is eigenlijk een beetje een variant op het lieve heersbeestje. Want dit keer gaan we een schildpadje maken. En met het schildpadje blaas je de ballon net zo ver eigenlijk op als het lieve heersbeestje. Alleen bij het lieve heersbeestje hadden wij een bolletje als gezicht. Nou, dat wil ik dit keer niet. Dit keer wil ik eigenlijk een tulptwistje maken. En dat tulptwistje, dat zorgt ervoor dat je eigenlijk een heel leuk mondje krijgt in het hoofd van het schildpadje. Zo. Zie je? De vier bolletjes zijn wel hetzelfde. Net zoals bij het lieve heersbeestje. Zie je? Probeer ze allemaal hetzelfde te houden. Draai ze op slot. En dan krijg je zijn rug. Zijn rug zorgt dat hij iets kleiner is als die vier bolletjes. Zodat je de buikdraai kan toepassen. Mocht je niet meer weten hoe de buikdraai gaat, ook daar heb ik een workshop van op YouTube staan. Kan je altijd even opzoeken. Aan de achterkant maak ik een pinch twist. Die pinch twist zorgt ervoor dat hij heel blijft. Want je hebt altijd kans dat hij net even los schiet. En dan ben je eigenlijk je schildpad kwijt. En dan is hij heel snel hoor. Nou, het einde van de bol haal ik eraf. Zo. Nou, je ziet al, het begint al een beetje vorm te krijgen. Alleen om het helemaal af te maken, zorgen we ervoor dat hij een paar ogen krijgt. Zo. Dat hij weet waar hij heen gaat. En het schild maken we erop. Want dan krijg je ook net even iets meer het idee dat het een schildpadje is. En dat allemaal uit zo'n klein stukje ballon. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. En weet je een paar dingen niet? Alle video's die staan op YouTube met de uitleg van de buikdraaien van het lieve heersbeestje. Dus kijk rustig nog een keertje rond. Hey, tot de volgende keer. En ik hoop je dan weer te zien. Doeg, groetjes. De Haagse ballonnenboer en stekeltje. Een konijntje of een olifant, een paardje of een stier. Ja. Ik maak hem echt zo voor jou, roep maar welk dier.